Ik ben Remco van de Kraats, ontwerper en eigenaar van EDRV. We houden ons voornamelijk bezig met identiteitsontwikkeling voor bedrijven, gebieden, merken. Ik kan het zo gek niet bedenken eigenlijk. Alles heeft identiteit en daar houden wij ons mee bezig. Identiteit tegenwoordig is veel meer dan alleen maar een logo en een huisstijl. Het kan zover gaan als hoe je organisatie werkt of hoe je je communicatie inricht of dat soort dingen. Wat je hier ziet is de nieuwe lijn voor de horeca binnen Eindhoven Airport. Op Eindhoven Airport zitten op 3 locaties horecavoorzieningen. En er is een nieuwe identiteit voor ontwikkeld die ook een beetje de lokale identiteit van Brabant in zich heeft. We hebben de naam Farm gekozen ook. Dus wij werken meer als een architectenstudio. Maar we houden ons niet bezig met het bouwen van gebouwen, maar met het bouwen van identiteit. Ik denk dat er best wel al stappen gemaakt worden wat betreft de identiteit van Brabant. Bijvoorbeeld de deelname aan culturele hoofdstad. Waarbij toch een aantal steden ook samenwerken om gezamenlijk op te trekken om bijvoorbeeld voor die titel te gaan. Sowieso vind ik het bijzonder als steden ook meer samenwerking zoeken met elkaar. En dat vind ik ook wel een gedachte die in deze tijd past. Nou, wat je hier ziet, deze stoel is eigenlijk getekend door mieren. Door een mier op een plastic modelletje te plaatsen en vervolgens de beweging te volgen, de mier voor onze stoel hebben laten natekenen. En je ziet letterlijk de hele route van de mier vertaald in 3D geprint materiaal. Maar de bedoeling is dat we hem in aluminium gaan uitvoeren. Ik denk dat Brabant meer mensen zou kunnen aantrekken, of nou toeristen zijn of mensen die hier komen wonen. Door je kwaliteiten goed naar voren te brengen, zonder het te willen verkopen. En daar zit hem volgens mij heel erg een ingewikkeld vraagstuk. Want je bent gewend om, als er iets goeds is, om dat in de etalage te zetten en te zeggen, kijk eens jongens, hoe fantastisch wij zijn. Mensen moeten het voelen en mensen voelen als het goed is. Dus dan hoef je het verder niet meer te verkopen. Als je progressief wil zijn, moet je delen, moet je niet bang zijn om niet voor de hand liggende samenwerkingen juist aan te gaan. Want juist in die hoeken zitten misschien wel nieuwe inzichten. En ik denk dat een provincie daarin de infrastructuur zou kunnen verbeteren. Maar ik denk dat het toch met name begint met hoe mensen er zelf in staan. Je moet daarvoor openstaan. En dat ligt toch bij de personen die de samenwerkingen aangaan.